Welkom. We zenden de hele dag uit vanaf ID. Dat doen we live. Je vroeg het net al. Ik heb je misschien nog onvoldoende verteld wat we hier aan het doen zijn. Mensen kunnen live meekijken en zo snel mogelijk zetten we de opnames van de interviews on demand. Komen ze beschikbaar. Zowel via YouTube kanaal, zowel via e-mails als via Fast Moving Targets. Zo, dan weten jullie thuis wat we aan het doen zijn. Dan weten jullie het hier ook. Waarvoor we hier zitten. Ja, fijn. Ja, daarop. Welkom. Wie zijn jullie en wat doe je? Ik ben Arno Martens en ik was algemeen directeur eFocus en ben inmiddels managing director van Valtech Nederland. En jij? Mark Paul Brandt, was oprichter van eFocus en ben CCO van Valtech Nederland. Nou, dat het geen toeval is dat jullie nu allebei bij een ander bedrijf werken, daar komen we zo direct nog eventjes op. Even de openingsvraag die ik aan iedereen stel. Als er één trend is op jullie vakgebied die je moet noemen, die je aan mij mee wil geven en die belangrijk is, wat is die dan? Er zijn natuurlijk vele. Als ik er eentje uitpak waar heel veel van onze klanten ook mee bezig zijn, is het wat wij IoT noemen. Het samengaan van hardware en software. Waarbij je toch ziet dat veel devices, auto's worden inmiddels uitgerust met technologie. Die ook in verbinding staan met centrale platformen. Wij hebben bijvoorbeeld een klant DAF. Al die trucks zijn inmiddels uitgerust met een simkaart. Daar komt heel veel data uit. Die komt bij DAF binnen. Dat biedt natuurlijk een enorm scala aan mogelijkheden om weer nieuwe toepassingen te verzinnen. Kun je een voorbeeld geven? Wat doet DAF ermee? Nou, het verbinden van de truck met aan het internet. Om op die manier ook tools te kunnen leveren in die vrachtwagen. Vanuit digitaal. Wel mooi. Zegt hij dat hij mij slecht hoort? Ja, ik hoor het ook. Ja. Wij horen je goed. Okay. Dus vandaar het toepassen in de truck. Maar ook om managementinformatie te vergaren over die trucks. Wat gebeurt er in? Hoe wordt het gereden? Etcetera. Ander voorbeeld wat we heel erg sterk zien is in de retail. Steeds meer winkels worden uitgerust met digitale toepassingen. Zo hebben we vandaag hier op eDay ook de Connected Shoe meegenomen van Adidas. Nieuwe manier om producten te tonen eigenlijk in de winkel. Dus je kan de schoen oppakken, er zit een chip in. En met die schoen kan je eigenlijk navigeren rondom allerlei productinformatie. En uiteindelijk kan je ook op die manier de schoen aanschaffen. Vertel eens, wat zie ik dan voor informatie? Nou, je kan zien in welke kleur is die schoen allemaal beschikbaar. Waar kan ik ervoor gebruiken? Is het een hardloopschoen? Is het een fitnessschoen? Etcetera. En het mooie is, je pakt die schoen op en eigenlijk die schoen is het navigatiedevice. Dus je hebt verder geen ander ding nodig. Je ziet op een scherm, zie je allerlei dingen gebeuren. Als je schoen schudt, dan verandert die van kleur. Echt waar? Dus dan zie je, en zolang je maar blijft schudden, zie je alle kleuren van de schoen langskomen. Soms dus zie je gewoon de schoen, je kan hem draaien, je ziet hem ook op het scherm draaien. Dus je kan hem echt zien in de verschillende kleuren. Ja. Dit is, aan de ene kant hoor je het begrip Internet of Things natuurlijk al wel een tijdje, maar we komen nu pas eigenlijk echt aan de toepassingen toe. Ja, en dat is zeer innovatief, alle toepassingen. Maar goed, het is ook heel zoeken met onze opdrachtgevers van, ja, wat zijn dan toepassingen die uiteindelijk beklijven, die gebruikt worden. Dat is wat wij ook doen. Ja. Jullie vertelden aan het begin eFocus, nu Valtech. eFocus, jij hebt het mede opgericht. Jij Klopt. Bent er vanaf al vroeg bij betrokken. Nu Valtech, in het kort, wat is het verhaal daarachter? Nou, het verhaal is, in 2000 zijn we begonnen met eFocus. Uitgegroeid tot een van de grootste full service agencies in Nederland, digital agencies. En ongeveer een jaar geleden vanuit de directie waren we bezig. Nou, wat wordt weer het plan voor de komende 4 jaar? En bovenaan stond internationalisering. We zien dat bij al onze opdrachtgevers, we zien dat in de markt. En daar wilden we wat mee gaan doen. Nou, daar kan je een aantal dingen doen, of je kan het zelf proberen. Je kan een kantoor openen in het buitenland, iemand neerzetten en hopen dat het iets wordt. Of je kan je aansluiten bij iets wat al internationaal is. En we hebben er eigenlijk voor het laatste gekozen. En op die manier met Valtech in aanraking gekomen. Wat is dan de rol, zeg maar, jullie Nederland, de rol van jullie kantoor in het geheel? Valtech is nu actief in 15 landen en echt een full service digital agency. Enerzijds, wij zijn gewoon een extra land met dezelfde platform als zij gebruiken. Dezelfde manier van werken, dus echt een agile way of working met de klanten. Wat wij denk ik meebrengen is een hele sterke focus op design. Dus je ziet dat wij daar echt wel als Nederland überhaupt heel ver mee zijn, maar wij ook in onze familie. Anderzijds ook digital marketing. Dus meer de demand generation. Hoe zorg je dat je veel bezoekers, goede bezoekers naar je platformen krijgt die ook gaan converteren. Dus we zien nu al dat we bij internationale klanten via andere kantoren gevraagd worden voor die diensten.
Ja, dus jullie komen nu met andere partijen aan tafel ook? Daardoor. Ja, andere partijen aan tafel. En ook in Nederland, dat zien we ook al direct. Dat er zijn behoorlijk wat Nederlandse partijen. De tijd dat in Nederland een website werd gebouwd voor Nederland, die is echt wel voorbij. Veel van onze Nederlandse opdrachtgevers zeggen ook van ik bouw een platform. Dat ga ik over meerdere landen uitrollen. Dus internationaal ook. En ik zoek ook een partij die me daarin kan helpen. Dus dat geeft ons ook direct de mogelijkheid om dat soort klussen ook meer op te pakken. Met onze buitenlandse collega's dan ook te zorgen dat we de dingen die we hier bouwen ook in al die landen goed kunnen implementeren. Ja. Wat is tot nu toe de grootste uitdaging geweest bij deze overgang voor jullie? Nou, kijk, zo'n overgang enerzijds, je hebt kijk, een aantal integratieonderdelen. Ik denk het belangrijkste wat vandaag ook tot uiting komt is het verdwijnen van het Evocus merk. Dat merk dat doet ook wat met je mensen. Weet je, iedereen die heeft toch gekozen om voor Evocus te werken. En opeens word je Valtech. Dus dat is ook, ook vanuit intern zijn we daar druk mee bezig om iedereen ook echt dat goede Valtech gevoel te krijgen. Anderzijds, wat ons heel erg aansprak ook in het Valtech model, waarom we daarvoor gekozen hebben, is dat elk land redelijk autonoom is. Dus de directie blijft hetzelfde, het managementteam blijft hetzelfde. Hoe wij Nederland bestieren blijft gewoon hetzelfde. Dus wat dat betreft verandert er niet heel veel voor onze mensen. Oké. Maar net wat je zegt, een naam, ja, je werkt toch voor een bedrijf. En als dat eens verandert... Dan heeft dat impact. En ja. Dan moet je daar echt wel even aan wennen, wij ook. Ik bedoel, het is echt een andere naam en het heeft ook wel een net iets ander gevoel. Ja. Maar uiteindelijk, dat was ook wel waarom we zo aansloegen op Valtech. De cultuur, de manier waarop zij kijken naar hoe run je een bedrijf. Ja, die komt er wel in grote delen overeen, zo hoe wij dat ook al de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus in die zin is de overgang ook weer niet zo heel groot. Nee. Bij een overgang doorgaans is het zo dat er meestal afspraak gemaakt wordt met de drijvende krachten. Degene die het groot hebben gemaakt van blijf in ieder geval nog een aantal jaren verbonden aan dit merk. Tegelijkertijd, van veel van de voorbeelden die ik ken, alle voorbeelden die ik ken, waren die 3 jaar al best wel lang voor die mensen. Want je neemt ook een klein beetje afscheid van je kindje al. Uiteraard, ja. Kijk, ruim 16 jaar geleden begonnen. Met een idee in het studentenhuis, we gaan iets met websites doen. Uitgegroeid tot een bedrijf met 200 man. En opeens overgenomen worden, tuurlijk. Dat je kindje wat eigenlijk groot wordt, zo zie ik het. Ja. En voor mijzelf persoonlijk ook is dit voor echt wel een volgende uitdaging. Met name ook rondom het internationaal zaken doen. Weet je, hoe beweeg je binnen zo'n organisatie? Hoe ga je met klanten om die internationaal actief zijn? Dus ik zie het voor mezelf ook echt als een leertraject. En heb ook gewoon echt veel zin in om dat gewoon mee te maken. Waar wil jij met de huidige constructie over 3 jaar staan? Wij gaan gewoon doorontwikkelen. Eigenlijk in het bestaande klantportfolio. Wij zijn al heel blij met het klantportfolio wat we hebben. En zien ook dat we deze stap moeten maken om met onze klanten mee te kunnen groeien. De vakgebieden die wij afdekken, die worden breder. Er komen steeds, we hadden het even over IoT, er komen steeds meer vakgebieden bij. De vakgebieden worden ook dieper. En we hebben feitelijk zijn van 200 collega's naar 2000 collega's gegaan. Dus je ziet opeens dat een enorme bak met kennis ontspant binnenloopt. Via 1800 collega's die we erbij krijgen. Nou, dat gaat ons de mogelijkheid bieden om die innovatieve toepassingen, die klanten te blijven bedienen. En daar gewoon gave dingen voor te blijven doen. Dat is de ene kant. De andere kant de vrijdagmiddagborrel met 2000 man wat anders. Ja, alleen die 1800 mensen die zitten niet bij ons op kantoor. Nee, dus die 200 man die blijven gewoon in Nederland doen. En daar gaan we ook echt nog wel in groeien. Dat gaat als een soort bijproduct. Het is ook niet een vooropgezet doel dat we nou zeggen van we moeten over een aantal jaar 500 medewerkers hebben. Dat is niet wat wij willen. Wij willen het werk doen op een goede manier voor relevante klanten. En met de mensen die we daarvoor nodig hebben. Dat is ook het uitgespunt. Zo hebben we het ook met Valtech over gesproken. Ja. En je begon ermee van belangrijke trend Internet of Things. Dat blijft voor jullie wel een belangrijk aandachtspunt in de komende jaren. Ja, en dat zal ook meer in de aandacht van de fysieke ruimte ook meer gaan gebruiken in de digitale toepassing. Je ziet het ook in de retail, dat er toch steeds meer concepten ontstaan. Je bestelt online, er is een fysieke winkel, kijk naar een Coolblue. Nou, je ziet steeds meer van dat soort concepten zie je ontstaan. Dus dat zal voor ons wel een belangrijke, een van de trends zijn waar wij op ingezetten de komende jaren. En IFT, we waren zelf al wat dingen doen, maar onze Duitse collega's die zijn heel erg met de Audi bezig, doen alle in-car audio, in-car dingen van Audi. Ja, dat brengt een enorme bak aan kennis, brengt het opeens binnen die we weer in kunnen zetten bij onze klanten in Nederland. Ja, nou prachtig. Ik wens jullie nog een mooie, belangrijke dag vandaag en veel succes in jullie toekomst. Ja, dank voor de gelegenheid. Ja, dankjewel. Dankjewel.